Goeiedag. Hier bij de uitleg van de computer. Bij de computer of bij de strooier zitten drie kabels. Deze, vaak snoetje, is voor de voeding. Die zit bij de meeste trekkers achterin, bij de fan zelfs in de cabine vaak nog. Kun je er zo in klikken. Die doe ik bij ons even hier in het stroomkastje. Dat is die. Dan hebben we hier een brede kabel, deze. Je kunt het eigenlijk niet verkeerd doen, maar die is voor het bedieningspaneel. Even kijken. Dat is die. Dan hebben we nog een aansluiting. Dat is deze. En er zitten er twee op. Hier staat op theoretical speed of true speed. En wij moeten hebben, mits je de snelheid van de trekker gebruikt, beginnen met de theoretical speed. Dat is deze. Dit dopje moet dan op de andere, anders kan er vocht inkomen. Heb je nou een wielsensor geplaatst op de trekker, dan hebben we die nodig. Maar dat is in de meeste gevallen niet zo. Deze, die klikken we er ook in. Die. En dan gaat deze stekker bij de vent rechts. Je hebt hem vaak, de meeste die zit hier op de trekker, hebben hem nog nooit gezien. Er zit in de hoek rechts zit een dopje met een plasticje. Die draai je eraf. En dan kun je deze erin draaien en dan pakt hij de snelheid van de trekker af. Dus die doen we ook in de trekker. Dan hebben we hier het bedieningspaneel. Die zitten we aan met de rode knop. Even opstarten. Aanzwengelen. Juist. Komt ie aan. Dan krijgen we dit beginscherm. Gaan we naar menu. Dan drukken we hier op 1, 2, 3. Dat zijn de werknummers. Bewerken doen we altijd met de potlood. En dan kunnen we verschillende percelen een naam geven en instellen. Laten we het eerste perceel het thuisperceel noemen. Thuis. Dan kunnen we hier de werkbreedte instellen. Even goed nadenken, als je een rijafstand hebt van 3 meter, dan stellen we hem in als zijnde 6 meter, want we rijden altijd om de rij. Is die 3,25, dan stellen we hem in als 6,50 meter. In dit geval 6,50 meter, dan kunnen we hier instellen hoeveel kilo willen we op een hectare gaan strooien. Laten we in dit geval 300 gebruiken. En dan komen we bij de laatste, het product. Hier staan nou, misschien wel 30 verschillende producten in. Als je nou een product hebt wat niet in deze computer staat, stuur mij dan een berichtje of een appje of bel me even op met het product wat je wil gaan strooien. Dan zoek ik het product erbij wat er het allerdichtste bij komt. Zelf een product kalibreren zou ik niet aanraden. Dan kies ik liever een product wat hier het dichtste bij komt. Nou, we eventjes Entek gebruiken. De doorstroomfactor hoeven we niks mee te doen. Dan drukken we op de strooier. En dan kunnen we gaan strooien. Hier drukken we op play. Dan gaan allebei de kleppen open. Die gaan pas open als we gaan rijden. Nu blijft die dicht. En dan heb je nou een kantrij. Dan kun je aan één kant of aan de andere kant de klep weer dichtzetten. Hier staat nu 0 kilo gestrooid, 0 km per uur en het product wat we ingesteld hebben. Hier staat de rijafstand en de kilo's per hectare die we willen strooien. Komt die nou nog net niet perfect uit, dan kun je eventjes hier met het plusje zeggen ik strooi even snel 10% meer of bijvoorbeeld 10% minder. Wil je ze allebei tegelijk aan en uitzetten, druk je weer op pauze. En op deze manier gaan ze weer allebei tegelijk aan. We kunnen in het menu bij deze knop het gewicht wat je gestrooid hebt, totale gewicht, weer op 0 zetten door hier de 0 in te drukken. Even ingedrukt houden. Dan druk ik op OK en dan staat hij weer op 0. Juist. Hier kun je nog allerlei andere instellingen aanpassen, maar
voor de algemene werkzaamheden moet dit ruim voldoende zijn. En zijn er vragen, dan kunt u mij altijd bellen. Dankjewel.